Cijfers over het aantal economische vluchtelingen lopen uiteen. Uh, neemt niet weg dat economische migranten iets anders zijn... dan mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Maar sommigen zeggen dat je dat onderscheid helemaal niet moet maken. Vandaar deze stelling. Maak geen onderscheid tussen migranten. Mevrouw Gesthuizen. Ik denk dat je dat wel moet doen. Mensen die uh, ja, hun eigen leven willen verbeteren en daarom bijvoorbeeld vanwege werkgelegenheid naar Europese landen komen, ja, die, die hebben het recht op bescherming niet. Daar is het Vluchtelingenverdrag echt niet voor bedoeld. Meneer Gabor, uh, volgens uh, EU-commissaris Frans Timmermans uh, zou het aantal economische migranten. Uh, Tussen de vluchtelingen op zo'n 60% zitten. Gelooft u dat aantal? Kijk, ik heb zelf gestaan aan de grens waar in oktober, september, oktober de vluchtelingen binnenstroomden. Ik heb daar zelf de statistieken gezien. En daar was de situatie toen dat ongeveer 60, 70 procent van de mensen... inderdaad geen recht op asiel zou mogen krijgen. Uh, 160.000 mensen kwamen toen binnen... waarvan 106 kwamen uit Kosovo, Albanië, uh, Servië... Uh, dus eigenlijk zegt u, het zijn, er, het zijn er meer dan 60, het zijn er, het zijn er misschien wel zeven. Ik stond aan de servis zongaanse grens... dus daar was op dat moment de situatie zoals ik u dat zeg. Als ik nou hoor dat Zweden zegt... 163.000 mensen vorig jaar binnengekomen... daarvoor moeten 80 sowieso terug... dan is dat toch in de buurt van wat de heer Timmermans ook zegt. Ik, ik plaats zelf echt vraagtekens bij de cijfers die Timmermans heeft uh, genoemd. Onder meer omdat hij volgens mij de cijfers van één maand heeft geëxtrapoleerd. Dus hij heeft gedaan alsof dat dan exemplarisch zou zijn voor het hele jaar. In Nederland uh, krijgt 70% van de migranten die hier aankomt... Uh, terecht een verblijfsvergunning, omdat er gewoon goed wordt gecontroleerd. En daaruit zie je dus dat er echt wel heel erg veel politieke vluchtelingen uh, tussen zitten.